Wie Maigret zegt, denkt aan Bruno Kramer, de acteur die in de jaren 90 Maigret speelde in de gelijknamige televisieserie naar de boeken van George Simenon. Wie wat ouder is, denkt misschien aan Rupert Davies, de acteur die van 60 tot 63 de rol van Maigret op televisie op zich nam. Maar er zijn ook 5 Maigret-strips verschenen. Daar ga ik nu de eerste van bespreken. Maigret en zijn doden, uit 1993. Maigret krijgt een verontrustend telefoontje van een man die zegt dat hij achterna wordt gezeten door iemand die hem wil vermoorden. Maigret neemt het zwaar op en probeert de achtervolgers van de man te pakken. Helaas lukt dat niet en de man wordt vermoord. Maigret komt er al snel achter dat het niet één moordenaar is, maar een bende. Na veel forensisch onderzoek en ondervragingen weet hij het onderzoek tot een goed einde te brengen. Schrijver Odile Renaud weet het verhaal van George Simenon goed te verstrippen. Het verhaal zit compact in elkaar en blijft tot het eind spannend. Bij dit soort verhalen weet je altijd dat de dader gepakt zal worden. Maar door de vragen hoe komt Maigret achter de daders en weet hij een nieuwe misdaad te voorkomen, blijft het verhaal spannend. De tekenaar is Philippe Wurm. Het is duidelijk dat hij Bruno Kramer in gedachten had toen hij Maigret tekende. De stijl is vrij realistisch met oog voor detail. Er is vooral veel aandacht geschonken aan gebouwen. Die zien er prachtig uit. Al met al is het een leuk album.